speel nu al bijna 15 jaar viool. Ik ben eigenlijk geïnspireerd door mijn zusjes en door mijn ouders die elke dag wel naar klassieke muziek bij ons thuis luisterden. En ja, ik vond de muziek zo prachtig. Het spelen van de viool greep me ook gelijk heel erg aan. Ik wou al sinds ik 2 weken viool speelde, riep ik al op school dat ik later violiste wou worden. Ik kom wel uit een muzikale familie. Mijn moeder is blokfluitiste, maar mijn vader is natuurkundige. Toen ik 1 jaar of 8 was, toen ging ik voor het eerst met mijn familie naar het ballet. We gingen naar Tchaikovsky, volgens mij het Zwanenmeer. En ik herinner me nog zo goed dat de muziek en die dansers, dat het zoiets magisch was. En dat sprak me heel erg gewoon aan. Ik vond het echt geweldig toen ik voor het eerst in een soort klein orkestje mocht meespelen. En vooral ook toen ik voor het eerst een stuk zelf instudeerde en toen dat voor het eerst met piano speelde. Die momenten die vond ik altijd eigenlijk het leukste. Zoveel componisten spreken mij heel erg aan. Eén jaar hou ik heel veel van bijvoorbeeld Beethoven. Het vioolconcert van Beethoven is één van mijn absolute favorieten. Maar ik hou ook ontzettend veel van romantische muziek, zoals van Dvorak of Tchaikovsky, of Sibelius, de vioolconcerten. Maar ook de minder bekende stukken van Sibelius voor viool en piano. Dat vind ik echt fantastisch. Ik studeer soms wel mentaal, dat ik gewoon de partituur bekijk natuurlijk. Of dat ik mijn eigen partij bekijk en dat ik dan nadenk over wat ik precies wil doen en wat ik wil zeggen met het stuk. Als je alleen maar op je viool studeert, dan kan het soms wat te technisch gaan of misschien te veel in details gaan. Dus dan vergeet je misschien een klein beetje het grote geheel en de langere lijn. Ik ben altijd heel blij als ik voor het publiek mag spelen en om mijn interpretatie van de stukken te delen met mensen. En dat is ook ongelooflijk mooi, vind ik, dat ik dat mag doen. Ik speel het liefste wel echt tot het einde, totdat ik op mag. Het is wel belangrijk om je handen echt warm te houden. Je moet natuurlijk het karakter van het stuk moet je overdragen aan het publiek. Je kan het niet alleen de noten spelen natuurlijk. Dat kan eigenlijk bij geen enkel stuk.